Dit is de maag. Er komt eten in de maag. De eiwitten hebben we hier aangegeven met de rode kraaltjes. De voedingsvezels en andere stoffen met het bruine papier. De vetten met de gele kraaltjes en de koolhydraten met de blauwe kraaltjes. Het speeksel zorgt ervoor dat de maagwand niet wordt aangetast. De maag is constant in beweging. Zo kneedt de maag het voedsel. We zoomen nu in op een gedeelte van de maagwand. Hier hebben wij de enzymen aangegeven met zwarte kraaltjes en het zoutzuur met de witte kraaltjes. Deze komen uit de maagwand. We zoomen nu weer uit en zien de maag in het geheel. Hier zien we dat de enzymen de eiwitten afbreken. Deze enzymen heten pepsine. De pepsine gaat richting het eiwit. Dan knipt het de verbinding tussen de eiwitten door. Hiervoor hebben we de vetten en de koolhydraten eruit gehaald. Het zoutzuur verteert de bacteriën. Het voedsel verlaat de maag. De eiwitten zijn nu afgebroken.